kijkers van JWTV, bijzonder goede middag. Ik zit in Frankland bij Pepita Breugem. En dan zult u zeggen, Frankland, daar winnen ze toch alleen maar prijzen. Maar er gebeurt meer, Pepita. Wat gaat er allemaal gebeuren? Grote plannen in ieder geval. Ja. We hebben afgelopen week overeenstemming bereikt over de aankoop van de terreinen en opstallen van Kalfsbeek. Hier naast Frankland. Dus waar nu de huidige benzinestation tot en met de showroom gevestigd is. En wij hebben plannen om daar uit te gaan breiden met 64 woningen voor ouderen. En op een binnenterrein parkeerplekken en kantoren en behandelruimte. Waarom deze expansie? Nou, we hebben een hele lange wachtlijst voor de Franklandgroep. Alleen over verpleeghuiszorg zijn er zo'n 180 mensen die op dit moment wachten op een plekje binnen de Franklandgroep. En daarnaast hebben we ook nog een keer 900 ouderen die wachten op een woning. Zelfstandig huren, wonen, dus huren met zorg. Dus er is een enorme behoefte gewoon aan beschut wonen met zorg en nabijheid. En dat is nu al. En we weten daarnaast dat de komende 20 jaar gaat het aantal 80-plussers nog eens een keer met 80% toenemen. Dus als wij nu al zo'n grote wachtlijst hebben en ook een urgent probleem in de thuissituatie in de wijk. Dan weten we dat we iets moeten doen om ook de toekomstige vraag op te gaan vangen. En dit is eigenlijk, zeggen we, een druppeltje op de gloeiende plaat. Maar we kunnen wel daarmee minimaal 64 ouderen helpen aan een hele mooie woning straks. Wat ik wilde net zeggen, ja, straks dan nemen jullie gewoon de hele nieuwe haven in beslag en wordt het de Franklandhaven, zou ik maar zeggen. Maar wat je zegt, een druppel op de gloeiende plaat. Toch even over de ruimtes die leegkomen, waar hebben we het dan precies over? De ruimtes die leegkomen, de bowlingbaan zit er nu. Er zit nu een danssalon of feestzaal boven. Er zit nu een garage. De Shell zit daar ook op dit moment nog. En er zit een showroom. En geen van al die ruimtes buiten, dus de pomp, is nu in gebruik. En de pomp die blijft de komende 2 jaar nog in gebruik. En dat contract met Kalfsbeek loopt af per eind 2020. En dan hopen wij het in 2021 opgeleverd te krijgen. En dan kunnen wij daar aan de slag. Ja. Het is dus niet zo dat volgende week de sloophamer voor de deur staat en volgend jaar mensen er lekker in kunnen? Nee, nee. En die tijd vinden wij ook prima, want die hebben we hard nodig om de plannen verder uit te werken. Want we hebben nu een eerste impressie van hoe het uit gaat zien. Maar we zijn nog in overleg met de gemeente, met de wethouder en met de ambtenaren hoe het er definitief uit gaat zien. En nou, we zijn nog lang niet zover, ook dat we ook met aannemers aan de plaats zijn. Dus we hebben nog heel veel werk te verzetten voordat we echt gewoon de sloop erin gooien en gaan starten met de bouw. Daar heb je een bepaald stukje grond, een bepaalde oppervlakte. Dat moet natuurlijk zo economisch mogelijk worden ingevuld. Betekent dat dat het hoger wordt dan 2 of 3 hoog? Ja, wat wij doen is, we gaan eigenlijk vanuit Frankenland gaan we een stukje doorbouwen, zeg maar dwars op de nieuwe haven zoals die er nu ligt. En daarnaast gaan we langs de nieuwe haven gaan we een deel bouwen, eigenlijk in een L-vorm. En daar denken we nu, en dan moet ik even goed zeggen, aan 5 woonlagen boven op de begaande grond. En daar kunnen we dus heel veel mooie appartementen met fantastisch zicht op de haven of richting de Gorze. Ja. En betekent dat voor de mensen die nu hier wonen, de bestaande bouw, dat die daar geen hinder van ondervinden in de zin van uitzicht weg en zo? Nee, alle mensen die nu aan de haven wonen, die blijven het zicht op de haven ook houden. Dus dat gaat daar niet in veranderen. Nou, jij bent een beetje volgens mij de projectleider van het hele feest. Waar ben je nu op het ogenblik concreet dan mee bezig? Nou, we hebben de afgelopen maanden vooral benut om te kijken van nou, is het plan, als wij daar de grond willen kopen, is het een haalbaar plan? Hebben we ook draagvlak vanuit de gemeente? Dus daarvoor over hebben we de overleg gevoerd met de gemeente. Nou, de gemeente ziet ook enorm de noodzaak om extra woningen voor ouderen te realiseren. Dus die omarmt deze uitbreiding van harte. En we hebben ook allerlei al onderzoeken naar gedaan naar wat zijn de mogelijkheden voor de bouw? Wat moet er allemaal nog gebeuren? Nou, feitelijk, we hebben nu een eerste impressie. We weten welke onderdelen we allemaal nog moeten gaan tackelen de komende tijd. En nou, die gaan we dus vanaf nu hard aanpakken. Wat kan je zeggen over de toekomstige te bouwen woningen? Tegenwoordig moet alles aardgasvrij zijn. Het moet helemaal energiezuinig zijn. Wordt daar rekening mee gehouden? Ja. Nou ja, we moeten voldoen, en dat willen we ook voldoen, aan dat het duurzaam wordt. We zullen ook voor het waterafvoer zullen we ook ons aan allerlei regeltjes moeten gaan houden. Dus duurzaam bouwen wordt het zeker. Ja. Ja. Wat zeg je? Het worden ook nog mooie woningen. Ja. Dus het worden woningen vanaf, zoals we nu in plan hebben, vanaf 50 vierkante meter of 56 vierkante meter tot boven de 70. Dus een variatie aan woningtypen.
Nou hangt er natuurlijk ook een financieel plaatje aan vast. Betekent dat dat Frankenland Groep dat zelf betaalt? Speelt de gemeente daar een rol in? Dat gaan we helemaal zelf betalen. Maar wij vinden ook als maatschappelijke organisatie, vinden wij het zelf een plicht, een morele plicht, om iets aan de vraag naar beschutte huisvesting voor ouderen te doen. Ja. Wij hebben als Frankenland hebben we die middelen om het te kunnen doen. Dus ja, wij zouden het. We vinden gewoon dat we niet anders kunnen dan het nu doen, nu de noodzaak zo hoog is. Ja. Dus we investeren dat heel graag. Komt net een reactie binnen. Iedereen wil wel in zo'n huisje gaan wonen. Hoe schrijnend gaat dat worden? Nou ja, we hebben nu gisteren al, toen het nieuws bekend werd, hebben we al de eerste telefoontjes gehad. We hebben vandaag al meerdere telefoontjes gehad. Van allemaal mensen die zich willen gaan inschrijven. Daar kan ik in ieder geval over zeggen, we gaan nog geen inschrijvingen doen. We gaan eerst zorgen dat we het plan verder uitwerken, dat we gaan starten met de bouw. En tegen de tijd dat we inschrijvingen gaan doen, gaan we dat bekendmaken. Maar er is meer vraag dan aanbod. Dat is wel één ding dat we zeker weten. Maar iedereen die we kunnen helpen, daar zijn we heel blij mee. Na 50 jaar gaan heel veel ouderen daar heel veel plezier van hebben. Ja. Intern zal er ook het nodige moeten schuiven. Laten we maar bijvoorbeeld de keuken nemen waar het eten vandaan komt. Wordt dat ook allemaal aangepast? Nee, we kunnen gebruik maken van de faciliteiten die we hier hebben. Het mooie is zelfs dat we op de begaande grond van de geplande nieuwbouw ook onze brasserie kunnen uitbreiden. Want onze brasserie zit 's avonds gewoon overvol. Hartstikke fijn natuurlijk dat er zoveel mensen bij ons komen eten. Door de nieuwbouw kunnen we dus ook de begaande grond de brasserie vergroten. Waardoor we nog meer mensen welkom kunnen heten. Nou is locatie Luduïnestraat niet jullie enige locatie. Ja, je begrijpt al waar ik een beetje naartoe wil. Mensen gaan meedenken. Die denken, nou, daar is nog een locatie en daar is nog een locatie. Maar ja, het geld is niet oneindig, denk ik. Nee, dat is zeker niet oneindig. Maar mocht er zich een andere hele mooie kans voordoen, dan staan we er altijd voor open om daar naar te kijken. Geld op de bank in jullie geval heeft geen zin. Nee, uiteindelijk zijn we er gewoon voor ouderen. En als wij dat goed kunnen besteden door daar een fantastisch pand neer te zetten waar je mensen mee kunt helpen, dan vinden wij dat wij aan onze plicht voldoen. En dat willen we ook heel graag. Nou, zullen mensen toch zitten te kijken, dat zie ik, en denken van ja, maar wanneer is het dan klaar? Dat is ook lastig te zeggen, denk ik. Nou, de planning is dat wij de grond en opstallen opgeleverd krijgen in januari 2021. Dan kunnen we starten met de sloop en dan de bouw. Nou, reken voor dat geheel 24 maanden. Dan zijn we begin 2023. Als alles volgens planning loopt, kunnen we het geheel openen. Dan nog even heel kort over het benzinestation. Mensen zullen denken, ja, dat zal best wel vervuilde grond zijn. Zijn dat ook zaken waar jij allemaal rekening mee moet houden? We hebben daar wel naar gekeken, maar dat is iets wat de eigenaar van de Shellpomp zelf op gaat pakken. En voor zover het nodig is, zal er zeker gesaneerd worden. Ja, dat zijn de verplichtingen waar we ook aan voldoen. Afrondend, wat is voor jou het allerleukste om aan dit grote project te beginnen? In de wetenschap dat er heel veel mensen ontzettend veel plezier aan gaan hebben. En dat gewoon voor de komende 50 jaar, als je dat zo opstelt, hoeveel mensen dat zijn er heel veel. Dus dat zal alle inspanningen